Vanaf kinds af aan ben ik al pretparkfan. Het plezier en de magie op deze plekken geven mij een ontzettend fijn gevoel. De Nederlandse pretparkcommunity is gigantisch en zit vol met mooie, unieke persoonlijkheden. In deze serie ga ik op zoek naar de verhalen achter deze mensen. Welkom bij Pretparkfans seizoen 2. Tim en Paul, twee enorme toffe gasten met een grote passie voor de Efteling. En dat is te merken ook. Met hun podcast De Kleine Boodschap bespreken ze alles wat er gebeurt in en rondom de Efteling. Wie zijn deze twee gasten waar iedere week heel veel mensen naar luisteren? Ik ben Paul Sprangers, ik ben 38 op dit moment. Ik moet dat even nadenken, want als je ouder wordt dan werkt dat zo. En ik maak de podcast Kleine Boodschap samen met Tim. En daarnaast werk ik in de software en ik bouw software voor de zorg. En ik ben Tim Hinsen, 36 jaar oud, woon in Kaatshevel met een vrouw en twee prachtige kindjes. In het dagelijks leven ben ik projectleider bij een kleine gemeente hier in het zuiden van het land en leg ik openbare ruimte aan. En ik maak met mijn goede maat Paul, mag ik wel zeggen, samen met veel plezier de podcast Kleine Boodschap. We kennen elkaar exact 5 jaar. Ja. Nou, exact. We kennen elkaar van Twitter net iets langer, denk ik. Ja. Eind 2017 zijn we de podcast begonnen en dat was ook het eerste moment dat we elkaar zagen. Ja, ja, wij kennen elkaar eigenlijk alleen van social media. Ja. Wij waren daar op een gegeven moment aan elkaar gelinkt. Ik dacht, goh, die kerel, die Paul Sprangers, die zegt wel verstandige dingen over pretparken en de Efteling. Dus ik ga hem eens volgen. En wij, die daar ooit eerder dachten. Ja. En wij raakten geregeld in discussie of in goed gesprek over met name de Efteling. En ja, zo grappig. We hadden op een gegeven moment een gesprek over Strookrijk, het uitbreidingsgebied van de Efteling aan de oostzijde van het park. En nou, dat, ik geloof dat we een hele avond berichtjes hebben zitten uitwisselen en ideeën hebben zitten uitwisselen. En toen zei ik voor de grap, nou, daar zouden we eigenlijk een podcast over moeten maken. Ja, volgens mij hebben we de dag erop een uur gebeld met elkaar. Van hoe zie jij, is dit echt? Ja, het is geen grapje. En hoe zie jij dan dingen? Hoe wil je het insteken? Wat houdt het in? Hoe vaak gaan we het doen? Wanneer? Waar moet het over gaan? En we zaten eigenlijk wonderwel op één lijn, allebei. Ja, we zijn een podcast gaan maken omdat we niet moeders mooiste zijn. Dan hoeven we niet op camera. We hebben geen tv-gezichten, nee. Nou ja, kijk, een podcast, ik vind het zelf een heel tof medium. Ik luister, ik weet niet, al 15, misschien bijna 20 jaar zal het nog niet zijn, een podcast. En ik vind het een hele fijne manier om nieuwtjes binnen te krijgen. Het hoeft niet per se nieuws te zijn of zo, maar een beetje mensen die dingen analyseren of die gewoon een interessant onderwerp bespreken. En vooral iets wat ik heel interessant vind. Daar vind ik het tof aan. Dus het, zeg maar, het niche kunnen zijn van een podcast vind ik heel tof. En dat het iets is wat je kunt luisteren wanneer je maar wil. Dus de eerste podcast die luisterde ik in de sportschool. Of als ik aan het wandelen was, of als ik iets in het huis aan het rommelen was of zo. En dat wordt ook nog steeds makkelijker met die draadloze koptelefoons tegenwoordig. En dat het op je telefoon kan in plaats van dat je een iPod moet hebben of dat je het op je computer luistert. Ja. En dat vond ik zelf heel mooi aan podcasts. En wat ik dan ook nog een mooi aspect eraan vond, waarvan ik hoop dat wij het een beetje reproduceren, is dat je echt het idee hebt dat die mensen die tegen jou, of ja, die waar jij naar luistert, dus die tegen jou praten, dat echt een beetje de vrienden in je oor zijn. En, ja. Dat vond ik wel heel sterk aan het podcast. Ja, en ik denk dat podcast ook wel als medium bij ons past, omdat we focussen op de inhoud. En het gaat ons eigenlijk echt alleen maar om de inhoud en wat we vertellen. Niet om hoe we eruit zien, wat we doen, wat we voor gekke bekken trekken, wat voor petje op hebben. Weet je, daar gaat het ons allemaal niet om. We willen gewoon mooie content maken op de inhoud, met diepgang. En al het andere is eigenlijk alleen maar ballast. En ik denk dat daarom het medium podcast is gewoon heel simpel. Je luistert gewoon naar twee mensen. En dat is ook wat we willen zijn. Ja, het is niet flitsend wat we doen. Het is ook niet snel en het is ook niet kort en bondig, zeg maar. Nee. Maar er is wel eens gezegd, eigenlijk doen jullie alles fout. Ja, maar ja. Je hebt de radiowetten, hè, waar je eigenlijk aan hoort te houden als je radio maakt, als je audio maakt. Wij gaan daar volledig finaal tegenin. We doen eigenlijk alles verkeerd. En toch werkt het. Er is geloof ik ook een wet dat je nooit mag terugkomen op je woorden. Nou, dat doen we natuurlijk ook vaak, want als we dingen gewoon niet goed hebben of we zijn niet volledig, dan komen we daar ook gewoon op terug. Nou. En we zijn niet flitsend. Maar dat, ja, ik denk dat dat ook niet in ons zit, maar dat is ergens ook wel een bewuste keuze. Kijk, ja. wat denk ik heel erg goed werkt is, we hebben 5 jaar geleden, toen we de podcast begonnen, hebben we met elkaar wat dingen besproken. Van hoe sta jij hierin, hoe sta ik hierin. En daar zijn eigenlijk wat basisprincipes uitgekomen. En daar hebben we ons eigenlijk 5 jaar lang al aan gehouden. Ja. En daar blijven we heel trouw aan. En blijkbaar waarderen mensen dat. Wij gaan nooit zomaar zitten op donderdagavond en zeggen, waar zullen we het nu eens over hebben? Dat is nog nooit gebeurd in 5 jaar Kleine Boodschap. Onze basis is eigenlijk een grote planning. Waarin we vaak al een jaar vooruit plannen.
Wanneer kunnen we opnemen? Wanneer brengen we wat uit? En er zit een bepaald ritme in bij Kleine Boodschap. We hebben iedere twee weken in principe een nieuwsaflevering. Af en toe is het wat korter bij of wat verder weg. Nou, dat pas je aan. En alle tussenliggende afleveringen zijn onze tijdloze afleveringen. Denk aan de interviews. Denk aan de reportage in het park. De aflevering die we samen met de Efteling maken. Ja, en we doen gewoon heel veel aan pre-productie. Dus we zijn het hele jaar door aan het nadenken. Welke onderwerpen willen we nog maken? Wie willen we interviewen? Wat willen we samen met de Efteling doen? En je bent continu bezig met dat rondkrijgen. Mensen benaderen, mensen overtuigen, afspraken plannen, afspraken met de Efteling maken. Ja, en dus die hele planning is een enorme puzzel. En ja, even los van de opnames en de voorbereiding van die opnames, speelt eigenlijk het hele jaar door, ben je bezig met dat traject. En een luxe die we ook nog hebben, is dat wij een groepje mensen hebben verzameld die wij de redactie noemen. Het is niet een klassieke redactie, maar dat is gewoon een groepje mensen waarbij we kunnen klankborden gewoon van, oh, we gaan die interviewen, wat zijn interessante vragen. En die mensen weten ook vrij veel van de Eftelingwereld, maar ook vrij veel van de themaparkwereld. Ja. En daar komen altijd interessante dingen uit. En als we gewoon onderling discussies hebben en wij komen er samen niet uit, leggen we het ook bij hun voor. En als er echt interessante nieuwtjes zijn, dan kunnen we die met hun alvast een keer voorbespreken van, vinden jullie ervan als goed geïnformeerde mensen? Nou, waar vinden wij ervan? En dat komt een beetje zo gezamenlijk in de aflevering. Uiteindelijk is het wel, wij brengen wel wat wij vinden dat we brengen. Maar we kunnen al wat voorbereidend tankwerk doen met hen, zeg maar. Dat is wel een luxe. Maar ik ken wel de verhalen, hè? Want je hoort heel veel podcasts zeggen van, nou, we nemen een aflevering op en we hebben een uurtje voorbereid. Nou, dat is bij ons verre van de waarheid. Ja. Ja. Dat kan wel 10 uur zijn of zo voor een nieuwsaflevering, als het niet meer is. We zijn allebei gewoon van kinds af aan groot Efteling-liefhebber. Ja, in de basis, ja. En kijk, de vraag waarom de Efteling als park. Nou, dat is niet zo'n heel moeilijke vraag, want het is gewoon het meest interessante park wat hier in de verre omgeving te vinden is, zeg maar. Het eerstvolgende echt interessante naar Fantasialand zit op het randje. En dan is het echt Disney en Europa Park, zeg maar, waar er veel ontwikkelingen zijn. Ja, binnen Nederland, of binnen de Benelux, is de Efteling gewoon veruit de grootste en daar gebeurt gewoon het meeste. Ja. Dus dat sowieso. Maar ja, we zijn Efteling liefhebber en niet liefhebber van een ander pretpark. Dus ja. Zo simpel is het ook. Ja, inderdaad. Kijk, natuurlijk in de loop der jaren ontwikkel je ook een voorliefde voor alle pret- en themaparken. En alles wat maar een klein beetje met leisure te maken heeft. Maar ik zou nooit een podcast kunnen maken met zoveel afleveringen en zoveel diepgang over Disney. Of ondanks dat ik Disney echt al waardeer. Maar echt die hardcore voorliefde voor een park, ja, die heb ik alleen voor de Efteling. Dus het was van tevoren al heel erg duidelijk, als ik ooit een podcast maak, ja, dan moet die over de Efteling gaan. En wat ook wel een luxe is die we met de Efteling hebben, is dat bijna alle vlakken waar de Efteling zich op bevindt, zijn ook dingen die we echt interessant vinden. Als je gaat kijken naar Disney, die doet zoveel, die doen ook die animatiefilms erbij en zo, maar ja, die kijken we wel een keer. Maar daar heb ik niet zo'n passie voor in ieder geval. Dus en alles bij de Efteling is gewoon vet interessant, ook omdat het zo dichtbij is. Omdat daar hotels worden gebouwd en vakantieparken. Ja, als daar bij Walibi was gebeurd, ja, weet je wel. Maar nu is het echt in onze achtertuin en dan is het in één keer super interessant voor ons. Hè? Ik denk dat onze favoriete Efteling-attractie voor beide hetzelfde is. Dat zal Fata Morgana zijn. Ja, en als je hem wat breder mag trekken, dan denk ik dat we daar ook snel over eens zijn. Dan is dat natuurlijk het Sprookjesbos. Dat is en blijft het hart van de Efteling. Ja, ik denk dat we als Kleine Boodschap niet echt een motto hebben of zo, maar we hebben wel een drijfkracht, is dat dan, denk ik. We hebben een drijfveer. Drijfveer, ja. We hebben in ieder geval een hele sterke drijfveer en dat is gewoon dat we alles willen weten over de Efteling, al sinds jongs af aan. En dat we nu eindelijk een methode hebben gevonden om steeds meer van die informatie boven water te krijgen. En ja, dat doen we dan zelf. Ja. Maar hoe meer mensen we spreken, hoe meer we leren en hoe meer toffe dingen we in de Efteling zelf samen met de Efteling kunnen opnemen, want dat gebeurt ook steeds vaker, hoe meer we ook weer boven water krijgen van wat er nu allemaal speelt in het park. En dat is eigenlijk een van de voornaamste redenen wat we doen. En het is fijn dat we veel luisteraars hebben, want daarom kan er steeds meer bij de Efteling, maar dat is niet het doel op zich. Ja, en mensen vragen ons vaak, waarom doen jullie het nou eigenlijk? Ja, eigenlijk gewoon voor de lol. Ja. Omdat we het zelf hartstikke leuk vinden om Kleine Boodschap te maken. Het uitzoekwerk, de interviews, het nabewerken. En het is hartstikke leuk dat er zo ontzettend veel mensen luisteren. Dus dat de kennis die wij opdoen, dat we die meteen kunnen delen. Maar er zit verder geen enkel commercieel belang achter of zo. Het is gewoon puur hobby. En ik denk dat het belangrijkste voor ons ook is, het moet leuk blijven. We doen het, ja, natuurlijk, we doen het voor de luisteraars. Maar we doen het ook voor onszelf. Dus wij moeten er wel lol in blijven houden. Het moet wel een hobby blijven. Want ja, we doen het gewoon voor de leut. En dat lukt vrij goed. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En graag tot de volgende keer. Doei doei!